We staan hier ja, heel dicht bij de weier en dat heeft een hele speciale reden, want wij staan bij... Bij de Bok. En u bent? Hans Verhoeven, een initiator van de Boksmeerse Quiz. Ik wou net vragen voor de kijkers die u helemaal niet kennen, wie is Hans? Ik ben een dansleraar en wij geven hier in Boksmeer dansles bij Café Zaal het Centrum. En we hebben nog een dansschool in Kuik. En vanuit Kuik hebben wij de Kuikse Quiz georganiseerd, dat doen we al 5 jaar. En nu met corona lag de dansschool 1,5 jaar dicht. En was het mooi om dat uit te rollen in Boksmeer. En daar kenden we ook een hoop mensen natuurlijk van de dansschool die in de organisatie zitten. Nou ken ik wel de naam, de Boksmeerse Quiz, want veel mensen hebben het er inmiddels over. Maar wat houdt het eigenlijk in? Ja, het is een dorpsquiz die bij de mensen thuis of in een kantine van een bedrijf of in een sportkantine wordt gehouden, van een voetbalvereniging of zo. En wordt gehouden dan op 6 november. De inschrijving is inmiddels geweest, maar het gaat erom dat teams zich gaan aanmelden, kunnen nog aanmelden voor de Boksmeerse Quiz. En dat die teams de quizvragen op gaan lossen. Is er een limiet aan de quiz, het aantal deelnemers die meedoen aan de quiz, als team dan? Nee, daar hebben wij ook geen controle op. Er is geen limiet aan het aantal mensen in een team. Teams bestaan over het algemeen uit 10, 15, ooit 25 personen. En je moet allerlei interesses hebben in het team. Maar ook wat leuk is dat er allerlei generaties in het team zitten. Dus voor jong en oud, die dan op een avond met z'n allen gezellig bij elkaar zitten. Wat nou weer kan natuurlijk. Ja, en dan is meteen mijn vraag, die zitten gezellig bij elkaar, maar wat houdt zo'n avond in? Nou, de mensen die gaan op 6 november met het bewijs van inschrijving die ze gekregen hebben bij de inschrijfmiddag, of die ze nog krijgen als ze via de website boksmeersquiz.nl zich gaan inschrijven. Met dat bewijs van inschrijving gaan ze naar Café Het Centrum. Tussen 6:30 en 7:30 kunnen ze daar het quizboek ophalen. Dat is full color, mooi drukwerk, quizboek met allerlei vragen over Boksmeer, over de kerkdorpen ook, maar ook over sport, film, allerlei hoofdstukken zitten erin. En dan gaan ze met dat quizboek gaan ze naar huis. Daar zit ook een los antwoordenboek bij. Dan gaan ze die quizboek gaan ze een beetje uit elkaar halen. En dan gaan ze de hoofdstukken verdelen onder de teamleden. Dus dan krijgt de ene krijgt het afdeling sport. De andere krijgt muziek. De andere krijgt Outboksmeer. En zo gaan ze dat verdelen. Dan gaan die mensen die vragen allemaal oplossen. Ze mogen alle middelen gebruiken die ze kunnen hebben. Dus het is alles is toegestaan. Wij hebben ook helemaal geen controle wat er thuis gebeurt. Dus ze gaan googlen op internet. En daar zijn de vragen ook een beetje op ingesteld. Natuurlijk zijn alle vragen te beantwoorden, maar soms moeten ze wat meer gaan zoeken als anderen. Er zijn ook andere hoofdstukken, dat is bijvoorbeeld de hardtop. Moeten mensen dus ergens Boksmeer binnen met, ik zeg maar, 2 mensen moeten ze ergens naartoe en dan moeten ze wat dingen gaan doen. Er kan ook een knutselopdracht bij zitten, dat mensen iets moeten gaan maken en zo. We zijn nog druk bezig met het maken van het quizboek natuurlijk. Dus. Maar dat is een beetje wat er gebeurt. Daarna, op die avond, hebben ze dus die antwoorden allemaal in dat antwoordenboek ingevuld. Dan gaan ze tussen 11:00 en 11:15 komen al die mensen, of een aantal mensen van de teams, komen naar Café Zaal het Centrum weer. Dan gaan ze het inleveren, dat antwoordenboek. En dan, dan ontmoeten ze ook weer de andere mensen van de andere teams natuurlijk daar in die zaal. Dus, en dat wordt één mooie gezellige avond natuurlijk. Dat is ook de bedoeling. Het gaat ook een beetje om de entertainment van zo'n avond. Hè? Dat mensen het leuk hebben met elkaar. En dan moeten ze misschien ook nog iets, behalve het antwoordenboek, nog iets meenemen wat geknutseld is. En ja, dat is allemaal natuurlijk, elk jaar zal er anders zijn. De bedoeling is ook om er elk jaar terug te laten komen. En er is ook echt behoefte aan, hè? Merken we. Dus, het loopt. Maar Hans, is er dan ook nog een speciale avond waarop de uitslag bekend wordt gemaakt? Of wordt dat al die avond meteen gedaan? Nee. Wij gaan met de organisatie al die hoofdstukken nakijken. Dat is ook een klus natuurlijk. En dan is 27 november bij Cantina La Bamba. Daar komt dan de waarnemend burgemeester van Soest, heeft reeds toegezegd, om dan de prijsuitreiking te doen. In die zaal. Op die avond zal een disjockey de vraag ook een beetje behandelen. Er zitten natuurlijk een paar aparte vragen bij. De mensen denken, wat is dat nou weer wel? En dan kunnen wij uit gaan leggen van, goh, dat zat zo in elkaar en we hebben jullie misschien op een verkeerd been gezet. En dat gebeurt dus geleidelijk de avond. Dan gaan we ook bekendmaken van onderaf aan de volgorde van de teams. En dan uiteindelijk de 3-2-1, wie dan de eerste Boksmeerse Quiz heeft gewonnen, is natuurlijk... En dat is natuurlijk ook weer een gezellige avond. Dat is een hele gezellige avond. En dat is dus bij Cantina La Bamba.
Hans, zet het nou eens een keer op een rijtje. Waar de info, de data en waar ze zich op kunnen geven? Ja, de data is de 6 november is de Boksmeerse quiz. Ze kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via de website boksmeersequiz.nl en dan zie je vanzelf het linkje aanmelden. Dan geef je de gegevens, dan sturen wij een bewijs van inschrijving sturen wij per post dan deze keer op. Tot 10 oktober krijg je daar nog een joker bij. Dat is eigenlijk alleen voorbestemd voor mensen die op de inschrijfmiddag waren. Maar er was in mijn beleving nogal wat onduidelijkheid bij de mensen. Wat is dat nou, die Boksmeerse quiz? En nou krijgen we allemaal vragen van kunnen we nog meedoen en krijgen we nog die joker? En dan denk je, ja, eigenlijk zou dat niet mogen natuurlijk. Hè, want dat gaan we volgend jaar ook zeker niet meer doen. Maar we hebben nou gezegd, nou, omdat het allemaal voor de eerste keer is, geven we die joker nog mee tot en met 10 oktober als je aanmeldt via de website, daarna dan niet meer. En die joker is belangrijk, die moet je tijdens die quizavond gebruiken om extra punten te vergaren. En zonder die joker, ja, dan sta je al met 1-0 achter bij wijze van spreken. Dus dat is 6 november, dat is eigenlijk de hele avond. Dus quizboek ophalen tussen 6 en half 7, dan tussen 11 en kwart over 11 het quizboek inleveren, of het verantwoordenboek inleveren bij Café Zaal het Centrum. Dan is de afterparty, dat gaat dan hopelijk tot laat door, maar misschien tot 12 uur. En dan is 27 november in Cantina La Bamba is dan de prijsuitreiking en de uitslag van de eerste Boksmeerse quiz. Dat begint, ik denk, 8:30 en dat eindigt dan ook wanneer de horeca moet eindigen. En dat is nog een tijdje ver. Daar heb ik al veel gehoord. Is er nou nog iets wat ik vergeten ben te vragen, of waarvan jij zegt, dat moet ik nog even kwijt? Nee, ik denk dat het helder en duidelijk is. Alleen de mensen vragen om gewoon mee te doen aan de eerste Boksmeerse quiz, een team vormen. Het is allemaal voor de gezelligheid. En daar staan de Boksmeerenaren voor open gezelligheid en meedoen natuurlijk. Ja, absoluut. En ook de kerkdorpen, want we hebben een hoofdstuk kerkdorpen erbij. We hebben vragen uit Overloon, uit Beugen, uit alles wat er om Boksmeer en wat erbij hoort. En later, als het land van Kuik bestaat natuurlijk, dan blijven de Boksmeerse quiz blijven zich richten op die kerkdorpen om Boksmeer. Dus het is dus in feite een gemeentequiz? Het is een gemeentequiz, de gemeente Boksmeer. Daar staan ook vragen in, dus over Overloon. En dat is natuurlijk van alles te vragen over al die kerkdorpen. Er gebeurt nogal wat. En sommige kerkdorpen zijn ook al heel erg actief in die dorpen met die quizzen. En daar hebben wij uit die dorpen hebben wij dus mensen bereid gevonden die voor ons quizboek vragen op gaan stellen. Dus de organisatie is niet alleen de mensen die je dan ziet op de website, maar er zijn nog meer mensen in die kerkdorpen die ons ook helpen met vragen. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en ter zijner tijd horen we het wel weer. Ja, natuurlijk. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom bij de prijsuittrekking en kom kijken op de afterparty bij de Boksmeerse quiz. En bedankt voor de aandacht.